Midden in de bossen ligt dit prachtige architectonische hoogstandje verborgen. Michiel laat ons zien met welke visie de bewoners dit droomhuis hebben gebouwd. Wat meteen opvalt aan dit huis is dat het rondloopt. Daarnaast het vele glas. En door dat vele glas hebben ze contact met buiten. En dat contact met buiten is heel belangrijk omdat ze twee huskyhonden hebben. En het leuke is dat die heuveltjes waar het huis naartussen is gebouwd ervoor zorgen dat de honden heel direct contact kunnen zoeken met hun baasjes. En dat was een grote wens van de bewoners. De architect en de bewoners wilden de overgang van binnen naar buiten zo transparant mogelijk houden. Maar ook de ronding behouden. Dus daarom zijn deze ramen zonder kozijnen steeds in een andere hoek geplaatst. En dat vergt nogal wat aandacht. Het inrichten van een huis met zoveel glas en die ronde vorm is best een uitdaging. Maar ik vind dat het hier heel erg goed gelukt is. De elementen gaan eigenlijk naadloos over in het buitengebied. En dat zorgt ervoor dat alle aandacht echt naar het panorama gaat en niet alleen naar de inrichting. Je zou kunnen denken bij deze witte klinische keuken, dat is heel onnatuurlijk. Maar je ziet meteen dat het heel mooi werkt met het uitzicht, want daar gaat alle aandacht naartoe. En hetzelfde gebeurt eigenlijk met de apparatuur. Doordat deze zwart is en de raamstijlen zijn ook zwart, gaan die mooi in elkaar over en dat zorgt weer voor heel veel rust. Wat u helemaal geen rust geeft, is dat retcum hout. Maar dat mag ook juist opvallen, want dat versterkt het natuurlijke gevoel. Ja, deze slaapkamer staat direct in verbinding met de leefruimte. Ook hier is het retcum weer te zien en dat zorgt eigenlijk voor een hele gelijke sfeer in heel het huis. En je ziet dat het grote witte meubel dat je aan de zitkamerkant ziet, hier uit kasten bestaat en ook deels uit de badkamer. En die hebben ze expres opengelaten om op die manier een soort luxe hotelgevoel te creëren. Zo zie je maar dat materialen zoals beton, glas en metaal prima samengaan met deze prachtige groene omgeving.